Welkom in deze video. Deze video maakt deel uit van een serie die ik gemaakt heb rond bewustwording en essentie. Zodanig dat je meer gaat begrijpen waar dat je doorheen gaat, wat dat er aan de hand is en wat de verschillende fases zijn in bewustwording. Zodanig dat je ook weet waar je heen gaat, wat je kan verwachten en nog meer dat je eigenlijk ook weer een aantal tools krijgt om verder te gaan. Dus moest het zijn dat dit de eerste video zij bekijkt, weet dat dit eigenlijk al de 7e video in deze serie is. Dus ga gewoon eventjes naar mijn kanaal, naar de playlist videoserie rond essentie. Ik weet eigenlijk zelf niet meer welke titel ik heb gegeven. Maar daar kan je dan eigenlijk vanaf het begin van video 1 tot en met video 11 alles gaan bekijken. Dat gezegd zijnde, in deze video wil ik het met jou hebben over zelfliefde, over het uitoefenen van zelfliefde. Want dat is de 6e fase in het proces van bewustwording naar ascensie. En uit ervaring en wat ik merk bij klanten en mijn omgeving is dit een lastige. Net omdat we niet gewoon zijn om eerst aan onszelf te denken. Maar wanneer je het groeien bent als ziel, is zelfliefde het sleutelwoord. Net omdat je meer gaat ervaren en voelen van het collectieve bewustzijn, ga je automatisch ook zaken oppikken die eigenlijk niet van jou zijn. En daarom is het belangrijk om heel bewust om te gaan met je eigen energie. Om te leren om niet mee te gaan in die collectieve energieën. Dus als er emoties opduiken en je weet niet wat het betekent of van waar dat ze vandaan komen, vraag dat je lichtteam of de lichtwezens van de eenheid om alle emoties te helen en te transformeren die niet van jou zijn. Merk je dan dat eigenlijk na een verloop van tijd er nog emoties blijven hangen, dan weet je met zekerheid dat die emoties van jou zijn en kan je daarmee eigenlijk vervolgens aan de slag gaan. Dus maak het niet moeilijker dan dat het is. Vraag gewoon om alles te transformeren die mag getransformeerd worden. En als er dan nog zaken blijven, dan is wel dat zeggen dat er daar nog eerst wat meer bewustzijn over mag verkregen worden. Dat je daar eigenlijk nog wat meer inzichten mag over verkrijgen. En ook hier is dan weer belangrijk dat je leert om je eigen emoties te erkennen, maar zonder erdoor meegesleept te worden. Het is oké om angst te voelen of om verdriet te ervaren, maar blijf er niet in zitten. Dat helpt tenslotte niemand verder, en jij al zeker niet. Dus vraag je liever af wat dat maakt dat jij je zo voelt. Wat waren de gedachten voorafgaand aan die emotie? Wat is er gebeurd? Is er iemand die jou getriggerd heeft? Heeft er iemand iets gezegd? Is er een situatie, een verwachting? Ga daarmee aan de slag. En transformeer de lager trillende emoties, zodat ook jij mee kan groeien naar dat hoger bewustzijn. Het feit dat je loopt op pad van bewustwording is het teken dat je sowieso gaat meegroeien naar het hoger bewustzijn. De snelheid waarin dat gaat, dat ligt aan jou. Wil je meegaan in het plan van je ziel en in die overgave en vertrouwen, wat ik in een volgende video over ga spreken? Of wil je controle behouden en vanuit je ego en zelf alles gaan sturen? Dat is het verschil tussen een snellere, diepgaandere transformatie of een transformatie waarin je zelf de dingen probeert te sturen. Maar met een beperkt bewustzijn, met een beperkt zicht over waar en wat, waarom dat alles gebeurt. Dus wil jij meegroeien naar dat hoger bewustzijn, naar een leven waar dat geluk, vrijheid en rust de norm is, dan is dat wat je mag doen. Want je wilt toch ook die onvoorwaardelijke liefde ervaren en in een wereld van overvloed en vrede leven. Dus dat betekent dat we samen nu, jij, ik en al de rest die op het pad van bewustwording lopen, we zijn samen deze wereld, nieuwe wereld nu aan het vormgeven. En hoe gebeurt dat? Wel, namelijk door de manier waarop we ons voelen, door wat we denken, door hoe we ons gedragen. Dus stel jezelf eens de vraag, hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat bij jou? Wat kan en mag je aanpassen? En wat kan je al in lijn brengen met wie je werkelijk bent? Als jij in een wereld wilt leven waar dat er gelijke uitwisseling van geven en nemen is, dan is het belangrijk om eerst bij jezelf te beginnen. Als jij onvoorwaardelijke liefde in je leven wenst, geef dan eerst onvoorwaardelijk aan jezelf. En wees je bewust over alle voorwaarden dat jij automatisch koppelt aan relaties. Want die koppel je ook aan de relatie met jezelf. Maar ook aan die met anderen, aan het leven, aan hoe dat werken zou moeten gaan, aan hoe dat we kinderen zouden moeten opvoeden. Dus hoe denk jij dat het leven zou moeten verlopen of hoe alles zou moeten zijn? Wat zie jij als jouw waarheid?
En geef jezelf dan de toestemming om met een open, ruime en vernieuwde blik naar de wereld te kijken. Want dat is ook een vorm van zelfliefde. En een heel belangrijke vorm van zelfliefde. En daar liggen dan ook de verschillen, de wrijvingen, die jou vooruit te doen om te groeien richting het ontvangen van je wensen. Alleen zijn is dus ook nodig, zodat je eindelijk tijd kan doorbrengen met jezelf. En dan kan je ontdekken wie dat je werkelijk bent. Los van alle rollen die je in dit leven te vervullen hebt. Los van al de rollen waarmee dat jij je hebt vereenzeldigd. Jij bent niet jouw werk. Je bent veel meer. Dus je bent niet die rollen. Je bent zoveel meer. En tegelijkertijd zoveel minder. Dus ga op zoek naar wat aan je hart verwarmt. Waar ligt je ware passie? Wat vind je leuk om te doen? Niet omdat het geld opbrengt of omdat je het moet doen, maar gewoon omdat het jou plezier geeft. Je doet het omdat het jou emotioneel vervult. En dan ga kijken of stel jezelf de vraag van, wat heb je als waarheid aangenomen, omdat je dacht meer liefde, meer erkenning, meer bevestiging te ervaren. Werk doorheen de verschillende zielslessen die opkomen, zoals zelfvertrouwen, bindingsangst, verlatingsangst en nog zoveel meer, want dat zijn de zaken die je nog weghouden van het materialiseren, dus van het verschijnen van je diepste verlangen. Ik ga ook eens een videoserie maken rond die verschillende zielslessen, maar in de volgende video gaan we de laatste fase bespreken van het ascensieproces. En dat is namelijk verlichting. Of de fase waarin je eigenlijk een zuivere kanaal geworden bent. Waarin je eigenlijk weer opnieuw verbonden bent met je diepste ware zelf.